Yo mensen, mijn naam is Serre en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is nu dag 3 dat wij hier zijn en ik heb de sleutel, dus ik kan gewoon weglopen als ik dat wil. Maar wij gaan nu op weg naar het ontbijt. Daarna... Oh kijk, daar een lijst. Vogel. Nou, het er allemaal niet toe. Dus wij zijn op weg naar het ontbijt. Het is niet zo heel warm, dus... Buiten zijn matten riskeer ik mij die vandaag, zeker wel. Zo, we hebben gedaan met eten en al. En opgefrist en zo. En wij gaan nu naar Wast Marina Shop of zoiets. Vraag mij opnieuw dat dat noemt, ik weet dat zelf niet echt. Dus wij gaan met de taxi daar naartoe. En het is redelijk fris, dus daarom heb ik een drummy. En ja, dat is het zo wel. Ik hoop dat de vlog wel een beetje leuk is. De eerste vlog, jullie hebben dat wel gezien. De tweede vlog hadden jullie normaal gezien ook wel moeten gezien hebben. Ik hoop dat die wat goed is gelukt. Het duurt hier een eeuwigheid dat die online komt, want internet is heel slecht. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Maar toch. Wat? Dus als je een visje wilt, moet je gewoon naar hier komen. En dan heb je direct visjes. Zo simpel is het. Maar ja, dat doet er niet toe. Alleen vragen ze veel van, oh, wil jij mee? Ja, het is hier echt goed. Maar ja, voor de rest maakt het niet zo leuk. De haven is er wel mooi. Ja, niet zoveel, maar het ziet er wel mooi uit zo. De zon schijnt goed, alleen spijtig dat ik mijn zonnebril niet mee. Ik ben niet vergeten, hoe dom van mij. Maakt het ook niet echt veel uit. Maar ja. Ik weet niet hoeveel jullie het zien, maar er zijn allemaal visjes. En natuurlijk ook plastic daar. Daar. Overal een beetje plastic vervuiling. Waarom niet? Daar ook nog allemaal. Waar gaat die wereld soms naartoe? Zo, even lekker een ijsje gegeten. En nu gaan we met zo'n taxi terug naar het hotel. Zo'n taxi. Oranje taxi zeggen ze toch altijd. Ja, oranje, daar zijn we toch mee gekomen. Oké, dus ik ben nu even terug op de kamers met mijn oma. Mijn mama is terug even naar de marina gegaan. Omdat we een zak vergeten zijn of zo. Wat heel dom is van ons. Bruh. Maar dat maakt niet zoveel uit. Er zat niet zo heel veel in. Gelukkig maar dat het niet zo alles was. Maar ja, dat is natuurlijk ambetant. Want ik heb wel wat honger. Ik weet, het jij al honger, Roma? Dat begint te komen. Wel, want wij hebben een beetje honger, dus we gaan wel wachten op mijn mama dan, als die terug is. En ja, dus nu ben ik hier alleen. Want mijn oma is ook even weg. Die is gaan kijken waar mijn mama is. Maar ja, geluid heb ik gehoord, het is de iPad. Ik ben even naar de buurtpolitie aan het kijken, want ja, wat doet je anders? Want ik heb eigenlijk wel mega veel honger. Maar ja, boeit niet. Oké, dus nu gaan wij gaan eten. Ik heb wel redelijk wat honger, dus dat komt goed uit. Mama is ondertussen al terug. We zijn dus
echt niet normaal soms. Dus je moet echt niet met ons op vakantie gaan of zo. Dat moet je echt niet doen, want ik kom niet echt slim. Zo, de deur is toe. Ik heb alles bij. Let's go to the swimming pool. Ik hoop jullie al van de eerste vlog. Eindelijk staat hij online. My god, ik ben nog nooit zo blij geweest. Bijna, ja, ja, dat is te zien wat je blij noemt. Hè. Maar ik ben eigenlijk, ik weet niet hoe blij vind ik, dat hij online staat en dat hij toch wel al wat likes heeft. Ik weet niet hoe lang dat hij al online stond. Maar als ik terugkwam van het eten, stond hij online en dan had hij al 5 likes. Dat is niet veel. Of misschien denken jullie, ah, dat is niet veel, maar voor mij is dat wel veel. Ja. Ik heb ondertussen nieuwe schoentjes gekregen. Want ik had in die zak die mijn mama terug gaan zoeken was, daar zitten schoentjes in van mij en nagellak. Ja, nagellak, daar ben ik niets mee. Jullie kennen mij ook. Oké, ik ben wel een meisje, maar ik vind nagellak maar niks. Maar schoentjes had ik wel gekocht. En ja, die heeft mijn mama dan opnieuw gekocht. Want ja, die was niet te vinden of zo. Maar ja, dan doet er eigenlijk niet toe. Maar ik ga nu naar het zwembad. Ik ga er nu niet in, want er is veel te veel wind. Maar ja, kan ik ook niks aan doen. Maar de water is echt aan het vriezen nu. En ik kan wel straks voetballen. Yes, ons eerste katje. Zo, ik ben nu op weg naar de voetbal. Want de tijd gaat zo snel voorbij. Het is al bijna 5 uur. En om 5 uur is het voetbal. Dus ik ga even gaan kijken waar, ja, hoe het is. Ik ga even meedoen. Hopelijk verstaan jullie mee. En ja, maar ik ga er niet te veel van mijn armen over. Zo, nu is het voetbal gedaan. Maar de wind is niet gaan liggen. Ik ga het even laten zien. Jullie horen het waarschijnlijk ook, hopelijk verstaan jullie mij. Dit is dus Marokko Be Like. Ja, Marokko Be Like. Dit is. Allee, wind, kom dan hè. Dit is. Ja, Marokko Be Like. Ja, onthoud dat, Marokko Be Like. Ik kan even buiten staan om even te kijken of zo, of even op de stoel te zitten. Ook al is het mega veel wind. En dan zijn we dit daar zo. Wacht, ik zal het even laten zien. Dat. Ja, er is wat wind. En dan vindt natuurlijk mijn omaatje. Deze meid hier. Vindt het natuurlijk mooi, de zonsondergangen. Ja, jij vindt dat mooi, hè? Ja, ik hou daarvan. Oké, nu gaan wij richting het eten. En jullie. En jullie zien het allemaal gemaakt naar mij. En dat is dat ik geen pet draag. Wauw, dat is nieuw. Eigenlijk wel. Eindelijk heb ik eens mijn haar gesteld. Ja, ik heb het opgesteld, tuurlijk. Ik heb mijn haar gestyled. Want ik had daar zin in. Maar ik heb dat niet gedaan. Mijn mama heeft dat gedaan, want ik kan dat zelf niet. Ja, dus nu draai ik even geen pet. Dat is raar, zonder pet. Maar ja, dat is wel cool, vind ik. Stijlen vind ik nog altijd beter dan op pet dragen. Maar als je altijd een bad hair day hebt, kun je er niet anders aan doen. Hè. Hier zijn we weer aan dat padje zo. Dat je normaal dat ding moet volgen. Hè. Wat? Ah, ja, en ik dan. Maar we gaan langs hier, dat is veel leuker. En dan zijn we er al. En dan blijven die twee daar zo helemaal achter. Er is ik weet niet hoeveel wind. En ja, daarom hebben we voor niks ons haar zo wat gesteld. Kon ik eerder mijn pet opzetten. En ja, niet stijlen. Ik heb net een foto getrokken van dat daar. Ik zal het even laten zien. Van dat daar heb ik even getrokken. We moeten eens kijken, daar in de verte is er zo'n stadje. En er zijn die berg zijn wel geweest. Eerste of tweede jaar daar weer geweest zijn. Maar dat is echt nu mooi verlicht. We moeten eens kijken.
haar zo een beetje zien. Ja, dat was wel mooi. Maar ja, nu ga ik naar binnen, want ik heb honger. Ik moest een foto trekken van mijn oma. Want ja, ze is verzot op zonsondergang en zo van die mooie luchtjes. Ik ga een beetje eten. Ik heb freaking veel honger. Oké mensen, dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat zeker die blauwe duim omhoog. 5 likes. 5 likes zou awesome zijn. En dan zeg ik nog één ding, zoals altijd. En dat is, je moeder is een bloemkoek. Later mensen.